Het was nipt inderdaad. Ik denk dat we kort na een time, na de tweede helft, het een beetje hebben laten liggen. En dat toen bij ons niet liep. Kwik heeft dat goed afgestraft. Ze zijn toen uitgelopen, 2-3 doelpunten. Ze zijn dan wel nog kunnen terugkomen op 1 doelpunt, maar op het einde valt een bal. Ja, een bal dat gisteren tegen Boekenberg echt goed viel. Veel nu vandaag in de tweede helft echt niet. Zeker een vak op een gegeven moment. Een viertal, vijftal kansen, waaronder 2 korte. En die vallen dan juist niet. En met Kwik vallen ze juist wel. Dan staat aan de verkeerde kant. En dat is wat het op het einde misliep.